Nadat we in de afgelopen paar video's hebben gekeken naar de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, staat in de komende drie video's de Duitse bezetting van Nederland centraal. Ja, dat was uiteraard niet iets waar Nederland op gehoopt had en uh, ook iets wat de Nederlandse regering graag wilde voorkomen. En net als voor de Eerste Wereldoorlog hield de Nederlandse regering dan ook vast aan de zogenaamde neutraliteitspolitiek. Wat er ook gebeurt, als er een conflict uitbreekt, blijven wij neutraal. Want wij zijn maar een klein landje en wij kunnen niet opboksen tegen grotere landen. En bovendien ja, zou zo'n oorlog dat zou best wel eens ons duur kunnen komen te staan. Maar de Nederlandse regering ziet natuurlijk ook dat, dat Hitler zich steeds agressiever gaat gedragen naar het buitenland. En in 1939 dan, uh, wordt het Nederlandse leger dus ook gemobiliseerd. Hè? Het wordt in uh, gereedheid gebracht voor een eventuele strijd. Dus uh, dienstplichtige soldaten worden opgeroepen om zich te melden, die worden bewapend en de stellingen worden ingenomen. En ja, dat heeft de Nederlandse regering goed aangevoeld, want 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. En er vindt een, een, een korte strijd plaats, maar uh, die blitzkrieg-tactiek van die Duitsers, ja, die, die overrompelt het Nederlands leger. En eigenlijk uh, winnen de Duitsers binnen vijf dagen. Zeker wanneer ze Rotterdam bombarderen, is het heel snel gedaan. Want de Duitsers vinden dat de strijd nog niet snel genoeg gaat. Die willen snel verder. En uh, daarom bombarderen ze Rotterdam. Nou, er komen honderden mensen komen daarom. En uh, het hele centrum van de stad ligt in puin. En uh, de Duitsers dreigen ook om andere steden, zoals Den Haag bijvoorbeeld, te bombarderen. Nou ja, en dat leidt tot de capitulatie, oftewel de overgave van Nederland. De Nederlandse regering, die was ondertussen al gevlucht samen met het Koningshuis, die, 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 die vluchten de Noordzee over naar Engeland en die gaan in ballingschap in Londen. En in ballingschap, dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat je vlucht naar een ander land en daar blijf je gewoon doen wat je doet, totdat je uh, ooit weer een keer terug kunt gaan naar je eigen land. Ja, en vanuit Londen houden zij natuurlijk de situatie in Nederland nauwlettend in de gaten. En koningin Wilhelmina, de koningin op dat moment, die houdt ook regelmatig toespraken via het zogenaamde Radio Oranje naar het Nederlandse volk. Hè. Houd vol, wij staan achter jullie, dat soort boodschappen komen de hele tijd voorbij. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want die Duitse bezetting betekent wel het einde van de rechtsstaat in Nederland. De parlementaire democratie wordt afgeschaft. Uh, de grondwet die wordt eigenlijk buiten werking gesteld. En uh, er is bijvoorbeeld sprake van uh, censuur in de media. Hè, dus geen persvrijheid meer. Uh, de NSB is nog de enige toegestane politieke partij. Hè, die Nationaal Socialistische Beweging, die sowieso al heel erg hulde met de Duitsers, met de Nationaal Socialisten. En net als in Duitsland zie je dat ook hier organisaties worden gelijkgeschakeld. Dus die worden eigenlijk ook helemaal nationaal-socialistisch gemaakt. Ja, en ook de Joodse bevolking wordt dus niet meer beschermd door de rechtsstaat, door de grondwet. Hè. Die, die wordt ook hier in Nederland vervolgd. Mensen worden gedwongen te werk gesteld in Duitsland. Zeker vanaf 1943 worden gezonde Nederlandse mannen en sowieso alle mannen die hadden gevochten in het Nederlands leger gedwongen om in Duitsland te gaan werken. Zodat ook daar die oorlogseconomie door kan blijven draaien. Ja, en er vonden dus regelmatig razzias plaats. En de razzias een jacht op een groep mensen door de politie of het leger. En je kon dus om het minste of geringste al opgepakt worden door de Duitsers. Je werd niet meer beschermd door de Nederlandse wet, einde van de rechtsstaat dus. Ja, en hoe reageerde de Nederlandse bevolking daar dan eigenlijk op? Nou ja, grofweg zou je de houding van die Nederlandse bevolking in drie categorieën op kunnen delen. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking koos voor aanpassing. We proberen ons leven zoveel mogelijk gewoon voor te zetten. En we proberen ons niet zoveel aan te trekken van die Duitsers. We gaan niet tegenin, we gaan niet met ze meewerken. Nee, we hopen gewoon dat dit zo snel mogelijk voorbij gaat. Een veel kleinere groep mensen die bood actief verzet, hè, dus die kwamen in opstand tegen de Duitse bezetter. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het helpen van onderduikers, hè, Joden die onderdoken, of bijvoorbeeld mannen die waren opgeroepen voor die dwangarbeid in Duitsland. Die werden door het verzet aan een onderduikadres geholpen. Ook persoonsbewijzen werden vervalst door het verzet, zodat de Duitsers bijvoorbeeld niet konden zien dat iemand jood was. En een ander voorbeeld is het maken en ook het verspreiden van illegale verzetskranten, waarin je zaken kon lezen die in de gecensureerde Nederlandse kranten niet meer stonden. Een andere categorie mensen koos voor collaboratie, oftewel samenwerking met die Duitse bezetter. Ook daar zijn een aantal voorbeelden van. Bijvoorbeeld hè, mensen die lid waren van de NSB. Ja, die, die werkten vaak samen met, uh, met de Duitsers. Die kregen bestuursposten en dergelijke in handen. En uh, er waren ook Nederlanders die gingen vechten in het Duitse leger. Die lid werden van de SS bijvoorbeeld. En die gingen vechten aan het Oostfront tegen de Russen. Of er waren mensen die ondergedoken Joden op gingen sporen. en ze aangaven bij de Duitsers. Zogenaamde Jodenjagers waren dat. Maar nogmaals, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking probeerde zoveel mogelijk het gewone leven gewoon door te laten gaan. Uh, een klein gedeelte was dus oftewel uh, goed hè, in de ogen van veel mensen na de oorlog, hè, de, de, de verzetsmensen, oftewel fout, de mensen die hadden gecollaboreerd, samengewerkt hadden met de Duitse bezetter.